En zo hadden we eigenlijk elke dag nieuwe avonturen. Het drijfveer is toch wel altijd het creatieve proces. Zet dat ding weg, weet je. En ze schreeuwen altijd meteen in Amerika. Heel autoritair. Daar kon ik niet zo goed mee omgaan. We hebben gewoon 3 maanden lang geproduceerd. Het is ook eigenlijk licht geven aan de duistere kant. En ja, ik sta liever aan de lichte kant, zeg maar. Nu gaan we vooral komende jaar richten op de States. Dit is eigenlijk gewoon de kinderdroom. Dat ik de States verover. Van harte welkom bij 7D-TV. En leuk dat je kijkt. Ga je pek dicht. Nou ja, fuck it ook. Bij mij Bram Reinders. Kunstenaar, hè Bram? In 1 woord. Dat is mijn beroep. Ja toch, dat is je beroep, hè? De reden waarom ik je heb uitgenodigd is dat jij... Zeg maar, we hebben corona achter de rug. Jij hebt niet stilgezeten in die tijd. Nee, het was een tijd waarin mensen veel naar binnen gingen. En veel aan hun woning gingen doen. Dus het was ook een moment voor veel mensen om kunst te kopen. Ja. En dat pakte voor mijn onderneming goed uit. Want even voor de duidelijkheid. Je bent praktiserend kunstenaar. Daar wil ik het zo meteen verder met je over hebben. Maar daarnaast ben je gewoon een dikke, dikke vette ondernemer, zeg maar. Beschrijf je onderneming eens. Ik ben een van de kunstenaars uit de stal van mijn eigen galerie. Dus ik heb een onderneming Abram Art. Ja. 12 man personeel. En een van de best lopende galerieën in Nederland. Hoeveel vestigingen heb je nu? 2 vestigingen, in Eindhoven en in Amsterdam. Okay. En wie zijn... Ja, die andere artiesten doen er eigenlijk niet toe. Ik bedoel, dus, jij bent de belangrijkste artiest, maar daarna heb je ook een paar... Jeff Koons of zo, geloof ik, heb je ook spulletjes van, hè? Ja, we hebben wel de blue chip artists, zoals je dat noemt. Ja. En kunstenaars als Damien Hirst, ja. Jeff Koons, IYY, Kaws, Murakami, Helmut Newton. Zijn dat inspiratiebronnen ook voor je? Ja, een aantal wel, ja. Niet allemaal? Niet allemaal. Welke wel? Ik vind Damien Hirst iemand die niet door iedereen geliefd is, maar wel iemand die vrij geniaal zichzelf elke paar jaar opnieuw uitvindt. En dat vind ik een hele grote kracht. Mm. Is dat lastig? Dat is voor veel kunstenaars is dat heel lastig, ja. En voor jou? Ik varieer steeds meer. Maar ik heb wel een soort van basistechniek waar ik op werk. En daarnaast ben ik op allerlei manieren andere kunstsoorten aan het ontwikkelen. En wat is die basismanier? Ik werk met billboards. Dus ik haal dikke billboards van de straat af. De opgekrulde, beetje vieze, dikke lagen billboards onder viaducten. Ja, van die affiches die 20 lagen dik zijn geplakt. Ja, die hele dikke die haal ik van de muur af. En jij haalt die eraf? Dat doe ik ook met assistentie. Maar dat doe je ook zelf wel eens, toch? Ik doe het wel eens zelf nog, maar eerlijk gezegd heb ik dat steeds meer uitbesteed. Ja, maar mag het? Je mag ze dan niet opplakken, dus lijkt mij sterk dat je ze dan ook niet af mag halen. Maar het probleem zit hem vaak in dat je dan ergens moet parkeren wat illegaal is. Ik word wel eens opgepakt om die reden, maar dan is het meestal dat ik dan geparkeerd sta. Maar dat is dan van korte duur. Ja. Ja. En dat is je basis, maar dat is eigenlijk je doek. Ja, dat is zeg maar mijn canvas. Mijn canvas is 100 affiches, zeg maar. En daarin ga ik krassen en scheuren en branden en schilderen. En daar bewerk ik foto's in die ik in reizen dan genomen heb. Laten we het over die reizen, want dat was eigenlijk mijn initiële vraag over die coronatijd. Je business liep dus, kunnen we concluderen, gewoon, nou sterker nog, die ging... Ja, ging heel goed, ja. Ging goed. Is dat miljoenen business eigenlijk, die galerieën en zo? Ja. Ja. En dat is aan de ene kant verkopen en ook verhuur of uitleen heet dat, hè? Ja, we verkopen en verhuren, ja. Maar wat jij ook in die coronatijd hebt gedaan is, je bent op pad gegaan zodra het weer een soort van kon, toch? Ja, iets tevoren al, want ik vond het een beetje saai worden hier. Al hebben we hele leuke feestjes in huis gehad in die coronatijd. Uh-huh. Mooie tijd, veel met mensen samen geweest, zoals veel mensen vertellen natuurlijk. Op een gegeven moment had ik het gehad. Toen ben ik tijd naar Costa Rica gegaan. Heb ik een hele tijd gezeten. En toen Miami en Rio. En toen was ik weer een maand terug. Ik denk van, ja, wat doe ik hier? En toen ging ik voor 10 dagen naar Mexico. Had ik een bevriende fotograaf gebeld. Een hele goede fotograaf. Ja. En ik zei van, zullen we samen naar Mexico gaan? Gaan we wat street art maken, weet je wel? Ik wil weg hier. Ja, dat vind ik te gek. Nou, en dat duurde ongeveer 3 maanden voordat we terug waren.
En dat was, ja, was uiteindelijk een hele innoverende, creatieve journey. Het plan was 10 dagen. We gingen 10 dagen. Naar Mexico. Ja, ja. Maar waar ben je uiteindelijk ook nog meer geweest dan? Uiteindelijk kwamen we in Mexico. En daarna zijn we naar L.A. gegaan. De woestijn een beetje onveilig gemaakt. New York. Vegas. En toen nog 1,5 maand in New York. En wat heb je allemaal meegemaakt? Ja, best veel. Het was allemaal ongepland. Maar eigenlijk... We kwamen in Mexico aan en toen heeft iemand anders, die is toen achter ons aangevlogen. Die heeft een show geregeld in een gallery daar. En toen zijn we street art gaan maken op straat. En dat begon met klein werk. En dat werd steeds groter. En op een gegeven moment zijn we met gepantserde voertuigen zijn we door de stad getrokken. Omdat het best een gevaarlijke stad was. En wij deden ook overal dingen die aanstootgevend waren. Zoals filmen, dronen. En ja, dan drone je ook wel eens bij verkeerde mensen binnen. Die vervolgens met opgetrokken pistolen naar je komen. Ja, ja. En we waren hele grote street art projecten aan het maken. En dat was met een heel team uiteindelijk. Maar hoe kom je dat team dan? Nou, we hadden de fotograaf. Ja. Een agent is nog met me meegereisd. Die uiteindelijk een soort kleine superhero bleek. Ja. die regelde heel veel dingen voor ons. Ja. Waardoor er ook heel veel ideeën ontstonden. En dat was heel interessant. En we hadden altijd ook twee bewakers bij. En die waren er dan om mensen uit de buurt te houden die iets anders van plan waren dan alleen maar naar de kunst kijken. En even voor duidelijkheid, dit hele project, zeg maar, had je dat van tevoren... Misschien een zakelijke vraag. Had je dat van tevoren begroot? Nee, dan was ik er misschien wel niet aan begonnen. Want jij financierde alles eigenlijk. Ja. Het drijfveer is toch wel altijd het creatieve proces. En de rest dat is dan collateral damage. En jij regisseert dat dan? Of laat je hoe werkt zo'n creatief proces? Ja, nou, in principe mag ik beslissen, zeg maar. Ja. Maar als anderen goede ideeën hebben, dan is dat van harte welkom. En als jij erin kan vinden, dan pik je daar dingen tuurlijk, uit. Tuurlijk, tuurlijk. Maar... Ja, we waren eigenlijk met 3 hele energetische, durfachtige mannen. De 3 musketiers. Ja, dat voelde wel zo, want met z'n 3 konden we heel veel. Ja. En voor die tijd kende je elkaar nog niet? Of tenminste, of jij kende ze misschien... minder goed, ja. 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 En toen ben je vanuit Mexico bij naar L.A. gegaan? Ja. En daar nog speciale dingen mee gemaakt? Ja, daar hebben we... Wat interessante bezoeken gedaan. Een gallery op Rodeo Drive die meteen wel wilde beginnen. Maar ik vond hem wat vals. Ik ben redelijk ervaren in de kunstmarkt. Dus ik geloofde niks van wat hij zei. Dus uiteindelijk ben ik niet in zee gegaan met hem. En we hebben heel veel gefotografeerd daar. Wat we daarna weer in New York op een interessante manier konden gebruiken. En daar had je het lef om een beetje met je spuitbusje over een of andere graffiti artist heen te gaan jassen, toch? Ja, ik was onwetend. Wat gebeurde daar? We gingen heel enthousiast. Op een gegeven moment zaten we dus in New York. New York ging net open. Er was net regels werden versoepeld. Dus ik vond het thema New York is back vond ik een interessant thema. Ik vind het leuk om over onze tijd te praten, over... wat er gebeurt in de wereld. En liefst op een ironische manier, maar wel gewoon ter zake doendend. Ja. Dus toen zijn we allerlei afbeeldingen gaan maken met New York is back. En toen had ik over iemand waarvan ik niet in de gaten had dat het zo relevant was, hebben we heen gewerkt. En toen werden we bedreigd vanuit 50 graffiti-gasten. En dat werd maar meer en meer. Dus toen op een gegeven moment... Want alles had zijn signatuur van jou natuurlijk. Ja. Ik was niet echt anoniem bezig. Nee, ik was helemaal niet anoniem bezig. Dus dat, maar weet je, ik vond dat op zich wel leuk om tenen te staan. Maar het is ook niet de bedoeling dat je nou echt in de problemen komt. En ik had ook niet zoveel behoefte om nou echt die grote artiesten te disrespecteren. Dat, want zo zagen zij dat. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je een paar van die gasten nog probeert te contacten of zo. Om... Ja, ik heb uiteindelijk mijn excuses aan moeten bieden. Publiekelijk excuses aan moeten bieden binnen een aantal posts. Dat zij konden zien dat ik nederig was naar de grote baas. En dat die flexibiliteit had ik wel. Want jullie opereerden vanuit een van of zo, hè, in New York. Ja, uiteindelijk. Want toen
merkte dus dat op die manier graffiti maken, dat voor ons te ingewikkeld werd. Daar had ik geen zin in om. Ja, ik wilde ook niet, over anderen heen gaan meer. Nee. En ik wilde ook niet gaan zoeken naar hele ingewikkelde spots die niet leuk waren. Nee. Dan ging het om de mooie spots. Ja. Dus toen hebben we een soort alternatieve graffiti variant ontwikkeld met foamboards. En het leuke daarvan was, dat kon je dus overdag doen. Dat is niet illegaal. Dus we zetten die dingen gewoon op locaties. En daar konden wij heel flexibel mee omgaan, omdat het borden waren. En toen hadden we een van, een grote van, dat werd uiteindelijk onze studio. En daar reden we s'nachts en overdag mee door New York. En achterin was dan altijd iemand aan het werk. En wij zaten een beetje te dronen ondertussen. Want we hebben ook, de reis heeft ons heel veel beelden opgeleverd. Ja. Dus met camera's en met drones. Maar mag je met drones op Manhattan zomaar de lucht in? Nee, maar we deden wel meer dingen die niet mochten. Zoals? We zijn eigenlijk heel vaak wel in de problemen gekomen. Op een gegeven moment waren we in een woestijn. En toen was ik in een verlaten motel. Ben ik in een zwembad ook gaan werken. Ja. En toen kwam er een sheriff die me wegstuurde. En zo ging het eigenlijk wel de hele tijd. Op een gegeven moment zaten we op Times Square te dronen. En toen kwamen er agenten achter die drone aangerend. En die lieten wij de ene kant op vliegen. En wij renden de andere kant op. En zo was eigenlijk elke avond wel weer wat. Maar je hebt scheid, hè? Ja, ik was wel best berekenend, eerlijk gezegd. Ik had één groter doel. En dat was een grote hulk. Ik had een grote gouden hulk ontwikkeld. En die wil ik in de straat waar de grootste galerieën ter wereld zijn, wil ik die hebben. En die wordt 24 meter hoog. En dat gaat, in deze weken gaat dat gebeuren. En dat was eigenlijk mijn grote doel, dat we één mega werk maakten. Dus ik wilde eigenlijk niet opgepakt worden. Dus ben toch best wel voorzichtig geweest. Ik heb redelijk vaak moeten verstoppen in steekjes en in winkeltjes. Ik vind het leuk, omdat je aan de ene kant ben je inderdaad die wild guy en scheid en de street guy. Maar tegelijkertijd run je een miljoenenbedrijf, weet je wel. Dus maar jij voelt dat niet als een soort van, dat je dan maar een beetje moet gaan deugen of zo. Dat je gewoon serieus ondernemingen runt of zo. Met mensen en alles. Je blijft gewoon eigenlijk primair gewoon zo'n kunstenaar. Ik vind het moet wel gewoon fun blijven. Slaap jij s'nachts gewoon? Zeg maar, gaat dit dan een soort van, hoe werkt dat bij jou? Ja, ik heb bijna dagelijks massage om in slaap te komen. Niet waar. Jawel. Hoezo? Nou, dat is goed voor je. Want mijn breinactiviteit is redelijk hevig. Ja, dus, maar er komt elke avond iemand voor het slapen aan, die komt je hoofd masseren, zodat je dan in slaap valt. Ja, overdag. Ja. Ja? Ja. En dan dan komen we daar? Weet ik niet. Hoe komen we eruit? Nee, maar wat ik wil weten is het volgende. Jij hebt, en nogmaals voor de mensen die nu zitten te kijken of te luisteren naar de podcast, want je vertelt nu echt heel veel. Alles is in je timeline terug te zien. Hè? Dus voor die mensen die gaan op Insta kijken en je ziet ook in de historie zie je al, want het was echt leuk om jou te volgen. Want je hebt superveel materiaal gemaakt. Maar voor jou was het enerzijds een project op zich, maar anderzijds heb je natuurlijk mee, want ik ken jouw werk en vaak gebruik jij fotografie, video, allemaal dat soort shit, gebruik je als bronmateriaal om kunst mee te maken. Ja. Jij kwam natuurlijk thuis met een bak materiaal van en gaaf materiaal. Was echt super, want we hebben gewoon 3 maanden lang geproduceerd. Ja. Dus zowel video, want we hebben uiteraard een heleboel gefilmd, maar ik heb veel gefotografeerd en bijna dagelijks waren we aan dronen. Overigens in New York is de regel, if you see a drone, call 911. Dat was zoals het ging. Oh, dan wil ik nog één dingetje vertellen. Dat op een gegeven moment, toen hadden we dus dat uitgevonden, we gaan nou een nieuwe manier van street art maken. Ja. En toen hadden we een hele grote Tweety van 4 meter, hadden we met buizen aan elkaar gezet. Echt een ingewikkeld ding, jongen. Dat lukte niet. Maar uiteindelijk lukt het wel. Maar dat viel de hele tijd bijna om. En dus kwamen we uiteindelijk op Times Square met dat enorme ding. Hoe groot? Ja, 4 meter. Maar dat is zo'n gele kanarie. En dan stond dat New Yorkers back, maar dat ving wind. En dat was onhandelbaar. Dus die agenten zagen ons al aankomen, weet je wel. Nou, eerste peloton omzeild, tweede peloton omzeild, toen dat ding omhoog. En toen moesten we dat ding nog met een drone schieten, weet je wel. Nou ja, je mag helemaal niet dronen. En Times Square zit hartstikke vol met bewakingscamera's en overal politie. En een tweetie van 4 meter. En een tweetie van 4 meter die de hele tijd bijna omviel op mensen. Dus op een gegeven moment hadden we dat shot te pakken. En ongeveer 4 seconden daarna werden we
eraf gekegeld. Toen zette ik dat ding er tegen een gebouw aan, weet je wel. En bij ieder, weet, dus die agenten, zet dat ding weg, weet je. En ze schreeuwen altijd meteen in Amerika. Ja, ja, ja. Heel autoritair. Daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Maar dan stond hij tegen het gebouw van Saturday Night Live. Ja. En dat is dan dus, ben je dus aan het advertisen. Dat mocht niet. Maar ik kon dat ding niet alleen pakken. Maar die twee collega's van mij stonden alleen maar te filmen dat ze die agenten... Ja, dus je stond in je eentje. Ik stond in mijn eentje. En toen, 4 meter tweetie. En toen mochten we ook nergens meer stoppen met dat ding. Dus toen hebben we gewoon een paar kilometer moeten lopen. Ja, maar hoezo? Hoe moet je anders dan lopen? Ja. Want dat ding krijg je niet in de bus. Nee, nou ja, uiteindelijk hebben we het helemaal terug naar de bus gelopen. Maar zo dit soort avonturen hadden we eigenlijk... Heb je er een soort van film ook? Ga je er, of is hij ja, er? Of komt hij er? Ja, we hebben alles gefilmd. Al moet ik wel zeggen, als ik achteraf nou kijk... hadden we een behind the scenes documentaire maker moeten meenemen. Ja. Dit was een... avontuur met zoveel verrassing en totally non-scripted. En ja, dat is denk ik heel interessant om te zien. Maar we gaan kijken hoe ver we kunnen komen. Omdat de cameraman met name, zeg maar... De mooie shots nam. Ja, precies. Ja. En niet erachter liep. Precies, eigenlijk die frustraties en dan elkaar verrotscholden enzovoort, weet je wel. Dat was wel een projectje geweest voor iemand met een cammetje om bij te wonen. Dat was heel leuk. En dan zaten we s'avonds een beetje op straat te hangen en zo. Met zo'n hele grote vrachtwagen. En uiteindelijk die vrachtwagen helemaal ondergeplakt met kunst. En dat werd ook weer gevolgd door een hoop mensen. Dus een hoop graffiti watchers. Die hielden ons weer in de gaten. Die zagen dat die bus langskomen. Ja, het was echt heel multidisciplinair. Dus aan de ene kant waren we aan het filmen. Aan de andere kant was ik materiaal aan het verzamelen. Met helikopters en drones. Aan de andere kant ze waren we een boek aan het produceren. Dus hier wordt nu een boek van gemaakt. Ik dacht gewoon foto's te maken van boek. Maar uiteindelijk werd het hele boek wat het verhaal. Wat een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ja. En we hebben contacten gemaakt met galleries. Mm. En wat ga je... Want je hebt nu al dat materiaal, dan kom je thuis. Dan moet je een soort van, dan moet je een soort van weer landen of zo in Eindhoven. Of Amsterdam, of waar je dan ook, zeg maar, bivakkeert. En hoe ver ben je nu met al dat materiaal? Wat heb je ermee gedaan? Dus we zijn nu de selectie aan het maken van het boek. En we hebben wat korte filmpjes gemaakt. En de eerste werken die komen dadelijk in mijn nieuwe gallery. Komt een nieuwe show aan, Life is Back. Aha. Gebaseerd op deze werken en op deze reis. Dus daar heb ik al een heel aantal van gemaakt. En mooi, Life is Back staat dan een beetje voor het gevoel dat iedereen nu een beetje heeft van... zo langzamerhand is Life weer back, zeg maar. Ja, daar staat het voor, ja. Ja. En hoeveel werken gaan eruit? Want jij bent een redelijk productief baasje, hè? Mm-hmm. Hoeveel produceer jij op jaarbasis aan werken? Het meeste tijd kost het reizen en het fotograferen en daar weer afbeeldingen van maken. Ja. En die afbeelding, als ik die eenmaal heb, dan maak ik er meerdere. En dat wordt verkocht op 5 continenten. Dus ik ben productief, maar uiteindelijk blijft er per land niet zo bijzonder veel over. Want hoe ga je daarmee om? Want je kan natuurlijk, als jij zegt, want je hebt prachtige drone shots waarschijnlijk van Manhattan en zo. Mm. Kan alle voorstellingen, zeker als je het 's avonds doet, is het natuurlijk helemaal vet cool. En maak je dan, zeg maar, maak jij kopiewerk of is elk werk wat jij maakt een uniek stuk? Elk werk is uniek, maar er zijn wel elementen die vaker kunnen voorkomen. Ja, maar ik maak uiteindelijk, gaat het allemaal door mijn handen en maak ik elk werk. Ja. Ik heb zeker assistentie. Yeah. Sterker nog, ik heb 24 man uiteindelijk die voorbereidend en nabereidend werk doen. Maar al het artistieke werk en elk werk gaat door mijn hand. Life's Back, dat gaat nu rollen. Daar ben ik nog wel even mee bezig, denk ik. Ja, daar ga ik eventjes mee door. In Duitsland komen er shows van aan. Yeah. Ik heb nu Engeland. Is een grote partij die nou in zee gaat. Dus daar zal ik ook redelijk wat shows gaan doen. En dat betekent deals met galeries maak je dan, hè? Deals met galeries. En betekent dat dan even business-wise, jij verkoopt dan een hele batchwerk aan, even heel plat gezegd, aan zo'n galerie? Of hangt het daar en krijg je pas geld als zij het verkopen? Of hoe werkt dat dan? Ja, dat verschilt en dat maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. Maar in Engeland kopen ze die aan bijvoorbeeld. Ja, ja. En nu gaan we vooral komende jaar richten op de States. Om daar een goed netwerk van galleries op te bouwen. Want? Dat is een markt die ik nu kan pakken. En ik vind dat ik dat moet doen nou. En het is eigenlijk gewoon een kinderdroom. Dat ik de steeds verover.
In wat voor vorm dan ook, want dat wist je in wat voor vorm dan ook, ja. Dat wilde ik al sinds ik klein was en ik voel dat nu het moment daar is. Ik heb goed rondgekeken. Ik heb bij 4 galleries mijn werk laten zien en die wilden allemaal meteen beginnen. Dus voor mij zijn de tekenen daar dat dit nu het juiste moment is. En de moeilijkste vraag, zeg maar, voor een kunstenaar, denk ik. Maar als ik jou nou vraag om je werk, mensen zitten te luisteren naar de podcast, die zien helemaal niks. Mm. Mensen zitten op YouTube te kijken, die zien jou. Hoe zou jij je werk omschrijven? Sculptural photography. In 2 woorden. Ja. Urban sculptural photography. Okay. Dus wat ik belangrijk vind, is dat er veel leven in zit, een structuur en een gevoel. En daar gebruik ik die billboards dus voor. En daar zit ik met een schaar en met een kwast en met een spuitbus. Ja. Werk ik er zo lang aan totdat er de juiste vibe ontstaat. En de basis zijn dan de foto's van mijn reizen. En zullen die affiches, hè, waar we mee begonnen, dat doek, blijft dat altijd de vorm? Het is heel specifiek Bram Reinders namelijk. Nee, ik ben op andere manieren bezig. Komende week wordt er een neon installatie onthuld in mijn nieuwe gallery in Amsterdam, de Spiegelstraat. Ja, mee bezig geweest. En dat zijn alleen maar negatieve reacties op mijn kunst. Dus er zijn mensen die de moeite nemen om hun mening over mijn kunst te geven op social media. En daar had ik liep ik al een tijd mee rond. Er zaten een paar hele mooie zinnen tussen van de Picasso would turn himself in his grave when he would look at this crap. Oh ja. Of dat is prachtig. prachtig. Ja. Of hashtag charlatan, vind ik een hele goeie. Of pop artists for artists that cannot draw and buyers that like to get fucked over. Dus allemaal die reacties. Wat vind jij daarvan? Dat is eigenlijk ook een proces emotioneel. Want ik kan me wel herinneren dat ik daar op een gegeven moment dat ik daar echt een beetje verdrietig van werd. Ja. Zodat je 's morgens wakker wordt en je op je telefoon kijkt. Oké. En dus ik zeg ook niet met hier kunst van maken dat het mij koud laat. Dat was niet zo. En toen op een gegeven moment ben ik dus met die zin aan de slag gegaan. Toen ging ik er heel erg van genieten. Denk, elke slechte reactie die kwam, denk van, zou dat een goede zin zijn voor een kunstwerk? Dus toen veranderde dat. Op een gegeven moment was het eerste kerstdag. Mijn vrouw is vertrokken naar het land waar ze vandaan komt, Brazilië. Dus ik was weer alleen. En toen zat ik eerste kerstdag al die zinnen door te werken. Nou, toen werd ik super depressief van die ellende die ik al mee kreeg. Je vrouw weg, iedereen vindt mijn kunst kut. En dat vind ik. Eerste kerstdag. Maar dan kan ik ook echt zo doen dat ik dan eerste kerstdag dat ga doen, weet je wel. Waardoor je ook die emoties zelf gaat voelen erbij. Dus ik. En uiteindelijk, toen kwamen er kleurtjes in. En toen ben ik ze van neon gaan laten blazen. En ja, toen werd het prachtig kunstwerk. En ik heb het nu net gezien voor het eerst af. Ja, en dus een hele liefdevolle kleur. Zee van licht. Die heel mooi beweegt. En met hele mooie lettertypes. Ja. En die iets heel esthetisch iets uitademt. En het leuke is dat als je er dan dieper naar gaat kijken, dan zie je allemaal eigenlijk scheldwoorden en dingen. Ja. Dus dat contrast, dat vind ik heel lekker. Het is ook eigenlijk licht geven aan de duistere kant. En ik sta liever aan de lichte kant, zeg maar. Mag je danken? Tuurlijk. Dankjewel voor het kijken. En wil je meer zien, blijf even hangen. Zometeen 2 ook hele leuke video's. En heb je zitten luisteren? Dankjewel voor het luisteren.